Suriname en Jamaica willen hun bilaterale relaties versterken en nieuwe economische samenwerkingen verkennen. Tijdens een bezoek van de Jamaicaanse minister Aubin Hill aan president Chandrika Prasad Santokhi op 16 mei werden economische partnerschappen, handel en investeringen besproken. Ze benadrukten het belang van private sectorpartnerschappen en plannen om import, export en luchtverbindingen tussen Suriname, Guyana, Jamaica en Brazilië te bevorderen. Minister Hill ziet vooral kansen voor Surinaamse rijstexport. Na Suriname bezoekt hij Brazilië. De EBS-werknemersorganisatie, de OWAS, heeft op 16 mei een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée met klachten over gedevalueerde lonen, een trage en slecht gecommuniceerde transformatie, een 12 jaar niet geïmplementeerde loonstructuur, een verlopen cao en schending van fundamentele mensenrechten. DNA-voorzitter Marinus B. ontving de petitie en riep op tot dialoog en samenwerking, waarbij hij verzekerde dat de elektriciteitsvoorziening niet zal worden verstoord. Hij beloofde parlementaire interventie als er geen snelle oplossing komt. De afdeling onderzoek politionele zaken is gestart met een onderzoek waarbij leerlingen van een lagere school in het resort Santo-dorp vermoedelijk door politieambtenaren zijn mishandeld. De korpsleiding wacht het resultaat af en indien bedoelde politieambtenaren zich hieraan schuldig hebben gemaakt, zal de korpsleiding niet schromen gepaste disciplinaire maatregelen tegen deze politieambtenaren te treffen. Tijdig zult u als gemeenschap geïnformeerd worden over het resultaat hiervan.